Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is maandag, obviously. Ik heb zo meteen mijn tentamen, dus ik ben daarvoor aan het klaarmaken. Nee, daarna ga ik naar mijn management. En ja, er ligt een gesprek voor stage daar. Dus daarvoor ben ik me eigenlijk aan het klaarmaken. Als ik een tentamen alleen had, had ik echt knop in mijn kop gedaan en gaan. Maar goed. Ik hoop echt dat ik het ga halen en dat het wat gaat worden, maar we gaan het zien. Maar goed, ik ga het snel klaarmaken en dan zie ik jullie zo alweer. Nou jongens, het is inmiddels 11:30. Ik ben klaar met mijn tentamen. Ik ben nu onderweg naar mijn nieuwe stage management. Ik ga dus waarschijnlijk stage lopen bij mijn management. Nou, ik ga daar gewoon stage lopen. Maar ik ging even lunchen, gezellig. Tentamen, ik heb echt geen idee hoe het ging. Echt de ene kant goed, maar de andere kant heel erg slecht. Ik ga het zien. Ik hoop echt op een 5,5. Nou ja, we gaan het zien. Ik weet het niet. Alright, guys. Het is inmiddels alweer 11:30. Ik ben net bij mijn management op kantoor geweest en ik ga er vanaf morgen stage lopen. Yay! Ik weet niet of ik het had gezegd of ik het heel duidelijk had gezegd. Maar ik zeg het wel nog een keer als je de vorige week nog niet hebt gezien. Maar ik was gestopt bij een andere stage. En ik kon nu waarschijnlijk stage lopen bij mijn... Nou, waarschijnlijk. Ik zeg het altijd waarschijnlijk. Maar ik ga er gewoon vanaf morgen stage lopen. Dat was echt super gezellig. Even met elkaar geluncht. En nu ga ik onderweg naar huis. Super veel zin in. We gaan morgen lekker starten, lekker in Amsterdam. Super leuke plek op de Keizergracht. Helemaal ready for it. Dus goed, ja, ik ga daar morgen heen. Ik ga nu onderweg naar huis. Mijn auto staat helemaal hier bij de tentamen halen, dus dat is helemaal niet handig. Maar goed, ik loop even naar mijn auto en dan ga ik naar huis. Alrighty, ik ben inmiddels thuis van tentamen al een tijdje. Ik heb net even lekker gekletst met mijn moeder beneden. Ik moet nu even het een en ander regelen op mijn computer. Ik ga jullie een superleuk pakket laten zien van La Bella. Dat heb ik ontvangen. Super veel leuke sieraden en ook wat kleding. Dus dat ga ik jullie vanavond laten zien. En ik ga gezellig bij mijn oma eten vanavond. Want ze is jarig en we gaan lekker sushi eten. Dus helemaal zin in. Dus helemaal leuke dag. En ik ga nu eerst even dit allemaal fixen. Oh my god. Guys, ik heb echt zo'n leuke Shein bestelling. Ik heb dus van Simply PR een tegoedbon van 100 euro gekregen. Shopping money van Shein. Super chill. Ik heb echt allemaal leuke dingen. Echt van die hebdingetjes. Dat je denkt, I need this in my life. En ook voor mijn 21 dinner alvast. Ik hoop niet dat mijn vriendinnen dit zien. Dat is helemaal niet leuk als ik wel laat zien. Als eerst van deze opbergdoos voor broeken. Want mijn broeken zijn echt een mes en een hoop. Dan zo'n gordijn opberging voor pantalons. Dan heb ik deze decoratie voor op een taart. Want ik wil zo'n witte taart bestellen. Happy birthday sign voor de gouden slingers. Dan heb ik van die standaard dingen waar je dus ballonnen aan kan doen. Dan heb ik opberg voor mijn BH's. Want dat is ook echt één zooi. Dit superleuke neonlicht. Echt, nou, love it. Dit is echt teringleuk. Dan deze leuke slinger met lichtjes. Deze ballonnen set. Die moet je wel natuurlijk helemaal zelf opblazen en zo. Maar het zijn 121 stuks. Dus ga ik gewoon dagen van tevoren mee beginnen. Dit is een geschenk die ik erbij kreeg. Dan een statief voor je telefoon, voor in mijn auto. Sieradenopberging. Nou, een ijskrabber, die heb ik nodig in mijn auto. Magnetisch autotelefoon. Ik dacht, als die niet werkt, werkt die. En als die niet werkt, werkt die wel. Autobevochtiger. Geen idee, ziet er een leuk uit. Opbergdoosje. Ik dacht, dit is hartstikke handig voor mukbangs. Super chill. En deze voor op mijn taart ook voor 21 dinner. Ik ben pas in maart jarig, dus het slaat oprecht helemaal nergens op. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon super chill. Thank you Simply PR voor dat superleuke giftcard. Ik kan niet wachten tot het allemaal binnen is. Echt amazing. Alright, time for some fun. Ik heb deze superleuke bestelling dus van La Bella gekregen. Holy shit.
Hoe matchy? Voor de volgers die mij al wat langer volgen, die kennen waarschijnlijk Labella wel. En voor de mensen die me niet langer volgen. Labella is van twee vriendinnen van mij. Eén daarvan kennen jullie wellicht wel. Dat is Isabella. Ze is echt super vaak op mijn kanaal. Mukbang, shoplogpas. Dus ik denk de meeste mensen die me volgen, die kennen Isabella wel. Ze is ook mijn nichtje. Ik ken haar al heel mijn leven, of course. En ja, Isabella heeft dus een bedrijfje samen met een vriendin. Indy is ook een vriendin van mij. En ik heb ook vaker met hun een eigen collectie gehad. Ik heb meerdere samenwerkingen gehad. En het was nu weer een tijdje geleden. En we dachten van, hoe leuk is het als we weer een samenwerking aangaan. Dus ik heb dit superleuke pakketje gekregen van hun. Met super veel leuke items die ik mogen uitzoeken. Ik kon gewoon niet kiezen. Ze hebben zoveel leuke dingen. Dat was echt niet normaal. Ik zat echt op die site. Ik dacht, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Ik wil het allemaal. Ik wil het allemaal. Ik heb volgens mij echt super veel gekregen. Echt super lief van die meiden. Oké, laten we het gewoon openen. Want ik ben veel te nieuwsgierig. Oh, ik vind het altijd zo leuk inpakken. Kijk dan, jongens. Inpak skills on point, girls. Echt love it. Super leuk. Ik heb een combinatie van kleding en sieraden. Ze zijn eigenlijk begonnen als sieraden. Alle sieraden die ze hebben zijn waterproof. Dus stainless steel. I like it, want ik ben lui. Ik heb geen zin om mijn oorbellen en mijn armbanden ringen heel de tijd aan en af te doen. Dat is allemaal veel te veel gedoe. Dus dat is super chill. En ze hebben sinds kort ook kleding. Daar ben ik ook echt ontzettend benieuwd naar. Dat zit denk ik hierin. Ik ga gewoon beginnen met de met de sieraden. Cute! Voordat ik alle items laat zien, wil ik jullie eigenlijk een kortingscode meegeven. En dit is Sarah20. Hier krijg je 20% korting op de gehele website. Dus dat is super chill. Link zal in de beschrijving staan. Website in de beschrijving. Dus ja, wil je nou ook iets bestellen? Vergeet zeker niet 20% korting te gebruiken. Support een van mijn vriendinnen. Dat vind ik altijd super leuk. Ze hebben ook echt veel leuke dingen met goede kwaliteit. Dus het is zeker een kijkje nemen waard. Oké, hier zitten denk ik armbanden in. I really like it. En dit zijn dus twee armbandjes met parels. Heel erg leuk. Dat heb ik bijna nog niet. En je ziet het super veel de laatste tijd. En allebei stainless steel, dus dat is geweldig. Armbanden die zo'n dingetje hebben. Hier heb ik dus de helft ervan afgetrokken. Vind ik zo irritant als er zo'n mega lang sliert aan hangt. Ik vind dat zo irritant. Het staat gewoon minder mooi. Kijk hoe leuk deze armband is. Armbandje met parels. Dit kan je ook gewoon lekker zo omdoen. Dit staat echt heel leuk. Oh, dit is echt heel leuk. Ik denk dat ik deze af ga doen. Ik heb die al zo lang. Op een gegeven moment word je het ook gewoon zat. En dan deze. Deze is ook echt vet cute. Deze is goud met een beetje pareldetails. Heel leuk. Ik had echt nieuwe armbanden nodig, besef ik me nu. Voor degene die me kent, ik hou van sieraden. The more the better. Heb ik hier een parelarm. Heel leuk. En hier heb ik gewoon een paar gouden simpele. Dan. Oh, hele leuke oorbellen. Ja, dit zijn echt mijn favorieten. Ik had deze dus al, maar ik ben ze kwijtgeraakt. Ik ben ze verloren. Echt, dit zijn echt mijn favoriete oorbellen. Met diamantjes dus. En oh, kijk hoe leuk te combineren met zo'n hangertje. Kijk nou hoe cute. Dit vind ik echt heel erg leuk. Love it. Gewoon weer lekker een nieuw setje leuk samen. On to the next. Ik denk dat dit ringen zijn, zo te voelen. Ja! Oh, deze vind ik zo leuk. Deze vind ik zo leuk. Echt amazing. Als eerst deze ring. Dit zie je dus ook echt mega vaak de laatste tijd. En I'm obsessed with it. Kijk hoe leuk. Past niet echt bij rood. Nou ja, lekker boeien. Die andere ring is ook echt amazing. Wauwie. Geweldig. Kijk hoe leuk dit is. Dit wil je toch? Echt amazing. Oh my god. Helemaal happy peppy. Meiden, ik ben jullie zo dankbaar. Oké, en dan als laatste. Ik denk dat dit van de sieraden als laatste kettingen zijn. Oh, wat een leuke kettingen. Oké, dus eerst hebben we deze schakel. Super gaaf. En met alles te combineren. Dan terugkomend naar de parels. Super leuk. En als laatst dit super leuke schattige hartje. Oh, love it. Ik ga dit even met elkaar aan doen. Oh my god, guys. Wat een leuke set bij elkaar. Dit is toch wat je wil. Ik vind dit echt zo cute. Zo ontzettend leuk. Ook echt leuk in combinatie met dit.
Wat een leuke sieraden. Daarnaast wil ik ook even zeggen dat Labella echt bij dezelfde groothandel winkelt, shopt als veel grote andere sieradenmerken. En ze zijn gewoon echt een stuk goedkoper, omdat het natuurlijk een minder groot bedrijf is. Een tip naar jullie, shop al je leuke sieraden bij Labella, want je bent gewoon veel goedkoper uit. En met precies dezelfde sieraden, waterproof, wat wil je nog meer? Oké, dan gaan we door naar de kleding. Hier ben ik ook echt super benieuwd naar. Als eerst een hele leuke zwarte flare broek met een splitje aan de onderkant. En dit heb ik nog niet. Ik heb ook echt geen goede zwarte broek meer die me past. Dus hopelijk zit deze goed. En erbij een super leuke sweater. Oh, wat leuk! Van voor is hij zo. En van achter dus zo. Hoe gaaf. Letters op de mouwen. Echt super leuk. Ik ga dit even aandoen. En dit is dan de kleding. De trui zit echt perfecto. Lekker oversized. Super leuk. Echt wat een leuke trui. Love it. Eigenlijk een sweater. Ik leef echt in sweaters in de winter. En dan de broek. Ook echt super chill. Heel leuk met dat splitje aan de zijkant. Mijn moeder loopt er doorheen te tetteren. Oh, wat een chille broek zeg. Want ik heb echt een soort van nieuwe broek nodig. Ik had er echt... Ja, ik heb ze wel, maar die zijn allemaal veel te groot. Super chill. Lekker stretchy ook. Helemaal top. Thank you, girls. En vergeet dus zeker niet de kortingscode te gebruiken. Sarah 20 voor 20% korting. Nou, wij hebben lekker niet, hey, niet, sushi. Eet smakelijk. Deze is zo lekker. Oh, heerlijk sushi gegeten bij mijn oma. Want het gaat bij Sushi Point. Dat is echt een toppertje. In Alphen. En ik krijg net een comment. Kan je ook eens een keer stoppen met Mackie eten? Nee, dat kan ik niet. Dus stel je vindt dat echt heel vervelend. Kan ik begrijpen. Maar dan moet je nu naar mijn leven kijken. Want Mackie, het groot deel in mijn hart. Dus ja, dat gaat er gewoon niet uit. Daarnaast lag op kantoor bij mijn management ook wat lekkere peerpakketjes. Als eerste het luchtje. Dat is een heel kruidig luchtje. Wat lekker voor de feestdagen. En van Urban Decay heb ik een Naked palet. Never ever got it in my life. And I'm so freaking happy. Dit is echt gewoon mijn levensgoal. Dat ik dit ooit zou krijgen. I would scream. Maar goed. I love it. En ik heb dus een Urban Decay setting spray zit erin. Setting spray. Die schijnen dus ook heel goed te zijn. En een mascara. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. And today is a new day. Then I'm gonna work. Heel veel zin in. Gisteren was het al heel veel. Ik hoop dat dit omdat weer meer wordt voor mij. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik ga het even snel opmaken. Mijn haar is echt ontploft. Omdat ik dus met natte haar ben geslapen. Echt. Ja, het is zo freaking irritant. Maar ik kan niet, als ik zeg maar haast heb in de ochtend, douchen. Dat kan ik gewoon niet. Ik heb daar echt gewoon lekker de tijd voor nodig. En lekker even een beetje voor mezelf of zo. Ik vind het zo lekker om te douchen. Trouwens, gisteren ben ik in bad geweest. Dus dat is wel helemaal anders. Dat had ik echt wel zin in. Maar ik snap niet hoe mensen elke ochtend zo snel kunnen douchen. Ik heb dat echt in de avond. Dat komt voornamelijk omdat daarna mijn haar 4 uur moet opdrogen. Als het dan onder de douche gaat, is letterlijk zijn haar al droog als hij eronder vandaan komt. Kijk, dan zou ik het ook doen. Maar omdat je haar zo lang nat blijft en dan zit het niet meer. Dan moet je of douchen met je haar niet. Maar dan voelt het niet als douche voor mij. Echt mijn hoofd lekker onder water. Echt niet boeiend dit. Ik ben opeens verstrond verkouden. Echt godverdomme. En hoesten. En ik was er net van af. Maar ja, wat doe je eraan? Ik vind het echt een leuke week voor de boeg. Ik ga vrijdag gezellig een nachtje weg. Met Stan bij de Harbor Club en het Apollo Hotel. We gaan eten bij de Harbor Club en dan slapen bij het hotel daar. En dit is voor een samenwerking. Super leuk. Ik ga jullie of course meenemen in de hele ervaring. Blijf zeker kijken, want je kan dus korting krijgen op zo'n arrangement. Om te eten bij de Harbor en te slapen, dus dat is natuurlijk echt ideaal. Maar daarover meer verder in de vlog. Dus daar heb ik echt heel zin in. Oh my god, ik heb die nieuwe mascara gebruikt van Urban Decay.
shit. Deze is echt niet normaal. I like it. Ik kan dus echt met een super chille busverbinding naar Amsterdam. Dan ben ik echt binnen 40 minuten in Amsterdam. Maar dan moet ik wel parkeren. Nee, dat wilde ik niet zeggen. Dan moet ik wel met de auto heen. Dat is ongeveer 10 minuten. Maar er zit geen bushalte bij mijn huis. Ik moet sowieso of met de scooter of met de auto. Dus dit is fucking chill. Hashtag living in een dorp met no OV life. Vreselijk. Maar ja, ik heb nu vast de bus een beetje vroeg. Ik dacht, ik ga goed vroeg weg. Want ik wist niet of ik hier kon parkeren of niet. Maar dat kan dus. Dus dat is top. Ik ga zo lopen naar het bus, alleen het regent. Dus dat is not very funny. En ik ben echt obsessed met deze mascara. Het is wel eigenlijk niet normaal. Daarbij heb ik een tweede laagje gedaan van de blauwe Princess van Essence. Die ook super bekend is. Oh my god, guys. De dag is voorbij gevlogen. Eerste werkdag bij Hebs & Lewis zit erop. Het was super chill. Eigenlijk hartstikke gezellig. Ik voel me meteen helemaal op mijn plek. En ja, lekker gewerkt. Dus helemaal chill en leuk en top en goed. Maar goed, ik ga nu een video filmen voor Xenos. Voor het YouTube kanaal van Xenos. That will be it. Alrighty, net gefilmd. En dat betekent daarna een hele grote troep. Ik heb zoveel leuke dingen, dus jullie moeten echt de video kijken. Ik denk dat hij nog niet online staat, maar hou de Xenos YouTube kanaal in de gaten. Oh jongens, ik ging net gezellig live en oh, dat vind ik zo leuk om jullie te spreken. Echt love jullie, jullie zijn echt de best. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb zoveel last van mijn keel en zo. Maar ik heb heel erg haast. En ik ga snel. Hier ben ik weer. Ik ben in Amsterdam aangekomen. Wat een drama was, want oh my god, echt. Het staat alleen maar vast. Ik word er niet goed van, dus waarschijnlijk ga ik nu normaal om 10 uur beginnen, want op dit tijdse prijs is gewoon helemaal kut. Woehoe. Allemaal. Ik ben op kantoor vandaag, heb ik vandaag gewoon gevlogd. Zo slecht gevlogd, echt. Holy shit. I'm so sorry. Volgens mij hebben we vandaag niet eens een vlog geopend. Echt. Waar gaat het heen? Ik ben gewoon zo lekker druk. Opnieuw stage. Zo gezellig op kantoor. En meiden. En ik zit er helemaal in. En I love it. Ik heb voor mezelf een mega glas. Echt een fucking groot glas. Met rode wijn gepakt. Want oh. Zoveel zin in. Niet normaal. Ik had er gewoon zin in. Ik dacht, ga lekker editen. Met een glas rode wijn. Even tot mezelf. Love it. Ik heb super veel zin in morgen. Dan gaan we dus een nachtje weg bij het Apollo Hotel. Lekker eten bij de Harbor. Heel veel zin in. Ik moet even editen. Niet te edit. Een nieuwe week vlog. Het gaat echt helemaal goed en chill. En ik vind het helemaal top. Maar ik moet nu wel echt editen. Want eigenlijk moet deze video dus morgen online. Maar dat moet wel lukken, denk ik. Doe wel deze eruit. Dat is deze heerlijke rode wijn van Montez Twins. Ik had hier een samenwerking mee op mijn Instagram. Er is een reel van. Go check it out. Echt super leuke reel is het geworden. Ik ben echt obsessief met die wijn. Hij is zo lekker. Echt niet normaal. Ik had niet verwacht dat ik van rode wijn hield. Want ik dronk het eigenlijk nooit. Maar I'm freaking obsessed with it. En ik had lekker met pizza. Love it. Hallo allemaal. Het is inmiddels vrijdag. Het is al 2:30. Ik zit nog in mijn pyjama. Ik heb gewoon uit mijn bed, ben ik meteen naar mijn laptop gelopen. En ik heb alleen maar gewerkt. En opeens is de tijd voorbij gevlogen. Ik heb ook gewoon nog niks gegeten. En het is opeens 2:30. Ik snap er helemaal niks van. Ik moet het is... Oh. Oh nee, fuck. Nou, ik moet even snel opschieten. Ik moet snel douchen, omkleden, opmaken. Alle spullen inpakken voor het weekendje. Ik had eigenlijk om 3:00 afgesproken. Ga ik al niet meer redden. Nou, ik ga even snel haasten, jongens. Oh jongens, ik heb helemaal tijdstress. Het is alweer 3:30 geweest. En ik ben nog niet klaar. Ach. Ik ben even mascara aan het doen. Daarna moet ik echt gaan, want
Het is alweer veel te laat. Ik word er niet goed van. Hoe kan de tijd zo snel voorbij vliegen? Hoe kan het nou wel 4:30 zijn? Ik vind het echt niet normaal. En ik ben een beetje duizelig of zo. Alright, ik ben helemaal ready. Ik heb helemaal stress. Het is echt om te janken. Ik heb nu snel deze... Nou, ik laat het een andere keer wel zien, want ik moet echt nu gaan. Nou guys, Stan en ik zijn aangekomen bij het hotel. Het inchecken ging echt super snel en helemaal chill. We zijn nu op de hotelkamer. We hebben echt een super fijne kamer. En bij de Apollo Hotel zit ook de Harbor Club. Dus daar gaan we lekker eten. Ik zal even een roomtour geven. Ja, je komt hier dan binnen. Dan heb je hier een kast. Hier een bureautje. Kijk hoe cute deze koelkast is. I love it. Lekker tv'tje. Lekker bed. Ziet er super leuk uit. En dan hier uitzicht op de Vinkeveense plassen. Zijn trouwens in Vinkeveen dus. Super leuk. En dan hebben we daar de badkamer. Lekkere douche. Heerlijk. Lekker ruime badkamer. Helemaal top. Helemaal chill. Ik ben helemaal happy. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb ook echt super veel honger. Ik heb echt fucking weinig gegeten vandaag. Dus ik kan niet wachten op het diner. Nou jongens, zo stom. Ik ben mijn camera weer vergeten. Maar we zitten nu lekker in het restaurant. Lekker eten gaan we hier. En we hebben dus een arrangement. Wat jullie ook kunnen boeken. Maar daar vertel ik later meer over. Oh jongens, we hebben echt super lekker eten. Lekker zandtafel en beef. Helemaal veel. Jongens, dit is niet normaal. Ik heb die zalm. Die moeten jullie nemen. Die is echt bizar lekker. Dan is zo lekker zalm op. We hebben lekker kip en frietjes. Love my life. Je moet dit nemen. Ik ben niet goed. Klaar. Lekker eten, smakelijk. Jongens, we hebben net uitgegeten. Uitgegeten. Het was echt gezellig, hè? Ja, dat was heel leuk. Je moet het doen, want ik heb jou meegenomen. Dus je moet mee. Wat ik dus wilde zeggen, is dat je met de kortingscode #THC, het zou hier in beeld staan, dus 10% korting kunt krijgen op het arrangement dat wij nu hebben, dat is Sleep and Dine. Dus dan heb je een overnachting bij het Apollo Hotel in Vinkeveen of in Amsterdam. Een vierganger diner bij de Harper Club, wat wij dus net hadden, dus waar je de beelden van hebt gezien. Heerlijk voorafje van sushi rolletje, beef tataki. Daarna hadden we lekkere taco's met zalm en beef. Hoofdgerecht hadden we de zalm. De salmon... Hoe heet het nou? Miso salmon. Nou jongens, die moet je nemen. Die was echt bizar lekker. Ik heb nog nooit zo'n lekker stukje zalm op. Niet normaal. Dus dat. En als toetje hadden wij dus die The Famous Harbor Club toetje. Dat je zo'n... Brick heet. Iets van chocolate brick of zo. Nou, het was echt super lekker. We hebben echt helemaal genoten. We hebben ook nog lekker wijn gedronken. En lekker cocktailtje op. Dus, nou, helemaal geslaagde avond. En nu gaan we hier lekker slapen. Heerlijk, peerly. We gaan nog even, denk ik, een film kijken of zo. Of een serietje. De tv daar. En morgenochtend zit er dus ook nog een ontbijt bij. Het gehele arrangement voor 2 personen. Dat is dus met overnachting, met 4-gangen diner, exclusief drank en een ontbijt. Dus ja, dat is echt super chill. En met de code #THC kan je dus 10% korting krijgen. Dus vergeet zeker niet die te gebruiken als je het arrangement boekt. En ja, dit is natuurlijk super leuk cadeautje voor je vriend of vriendin tijdens de feestdagen, met Sinterklaas of met kerst. Ja, of je een ander leuke evenement hebt, misschien je anniversary of verjaardagscadeautje. Of natuurlijk hartstikke leuk met je beste vriendin te doen. Wij hebben echt mega erg genoten, vond je niet? Ja.
Stanley gaat helemaal stuk. Die wordt helemaal awkward van de camera. Als hij een camera ziet, wordt hij awkward. Dat niet. Ja, wel. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. We hebben echt heerlijk geslapen. Ik heb ook al gedoucht en opgemaakt. Omgekleed. En we gaan nu lekker naar het ontbijt. Nou jongens, we zitten lekker bij het ontbijt. Ik heb lekker pannenkoekjes, ei en spek en een heerlijk smoothietje. Het ziet hier echt super mooi uit. Check it out. Echt ziek mooi. Daarachter heb je nog een heel buffet. Love it. Nou echt jongens, als jij deze situatie kan bepalen, ik snap het niet. Ja, als je het kan aanbieden, ik kom uitleggen. Oh ja, vertel maar. Nou ja, we zijn hier toch. Het wacht op Ludwig. Wie is Ludwig? Ludwig. Dat is een Duitse zanger. Nee, Brabant komt hij dus. Oh, ik word net hier. Tom is begonnen geprobeerd. Ja, Tom die denkt gewoon, ik ga Ludwig zoeken. Tom zou Ludwig voor ons maken. Kijk, dan is hij dus blijkbaar een bekende zanger. Bekend? Hoe bekend is hij? Ja, niemand kent hem. Nee, maar zij heeft wel zijn uniform achter je hangen. Oh, is dit zo? Ja. Ja. Nee. Ja, dit is echt ook zeer. Dit is zeg maar backstage. Hij had een foto met Ludwig, maar kut is, die grote is nergens te kennen. En Tom is nu ook weg. Hij had het heel warm net. Hij had net als wezen nodig. Ja, waar is Ludwig? Ludwig! Oh, daar is Tom. Hij komt eraan met een man. Ik weet niet wie het is. Ja, Ludwig, joh. Nee, maar niet een Ludwig. Even klappen als er weer komt. Jongens, zijn we klaar voor? Hey! Wel weer volle laad, neem ik aan. Ja, wel een volle laad. Ben je echt vlog? Nee. Nee, hij komt uit. Jawel, nee, dit is hem! Dit is hem echt! Ja. Dit is hem echt! Nee. Jawel! Ik ga hem zien. Kijk maar, als hij klein komt, dan lijkt hij echt op. Of een bakker? Ja, dit is hem. Tom is het hem. Waar wil je echt? Het is Gijsbert! Ik hey, plot twist! Het is Gijsbert! Ja. Ja, je dacht dat ik echt plot twist! Het is een geintje worden, daar is al wat gebroken. Ja, dat zei ik. Ja, dat zei ik. Maar dit is echt? Ik ben met de auto uit België gekomen, dat is heel iets anders. Maar is het echt? Uit België, joh. Ben ik nu met de bekende Ludwig? Ja. Maar ga je er helemaal aan kleden? Dat is kop. Ja, tuurlijk. 3, 2, 1. En de is over mij. Lekker auto rijden. Hey, movie man is like. Yeah. We gaan langs binnen praten. Hoezo? Dat moet van Moussa. Van wie? Welk apparaat? Ja, hij zegt zijn tikje doet het niet, maar dus we rijden langs. Waarom gaat het nou over? Welk apparaat? Ik ga. Binnenapparaat. Oh. Ik dacht, nee, dat maakt niet uit. Dat moet hij weten. Maar waar is hij dan? Yo, hij stuurt gewoon een tikje. We zitten in de auto te wachten. Okay. Ik wil liever niet vloggen. Nee, ik ook niet. Moet je me wel doen? Ik toch een beetje mooi doen, even Nina, waar is je nu binnen? Nina, mooi doen. Guys. Ik dacht, ik ga maar alsnog even uitleggen nu, want ik weet sowieso dat ik hier haat op ga krijgen. Ik ben hierna niet gaan rijden, of course, obviously. We waren aan het wachten op de taxi en het regende keihard. Dus daarom waren Anne de auto aan het wachten op parkeerterrein. Dus niet dat jullie denken dat ik met drank ga rijden, want dat zou ik echt never, ever, ever of my life doen. Dus ik zit stoer te van, ik ga rijden, maar dat is helemaal niet zo. Ik had gewoon een drankje op en zat gewoon soort te doen. Dus dat jullie dat weten. To clear the air. Niet dat er vreemde, scheve gezichten komen ofzo. Dus. Komt-ie. Weet jij het eet het ook? Maak. Misschien is het niet zo. Maar een ware totaal. Hey Paulus! Ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit. Ze hebben dat gelukkig is ofzo. Je sprak door mijn hoofd, omdat ik nog steeds in ons geloof. De grap is zeg maar dat Anne en ik zeg maar geen muziek hebben. Nee, en wij gewoon Anne. Ik bedoel Nina, de Stan. Oortje in hebben met muziek. Gezellig. Echt fucking gezellig. Je moet zo gezellig de mensen mee gaan naar huis. Gaan we door. Volgende. Hey, nu is het gaan we weer. Zo, deze gaan we flaneren. Zo, nee. Dit is een mooie rugzak heb jij. Nou, niet.
Stapjes. Ook gewoon lekker over de autoweg. Goedemorgen al. Ik heb gewoon helemaal niet meer gevlogd. Gisteren ben ik naar de McDonald's gegaan. Had ik de nieuwe truffelburger geproefd. En die was echt not as I remembered. Ik had hem echt 2 jaar geleden ook op. Het was echt zo lekker in mijn gedachten. En in mijn herinnering was hij zo lekker. Maar hij viel zo tegen gisteren. Was gewoon droog. En nee, het was hem gewoon niet. Maar ja, het is nu inmiddels alweer maandag. Dus leuk dat ik weer niet heb gevlogd. I'm so sorry. Ik heb echt geen idee of ik deze week heb gevlogd. Maar goed, dat gaan we maar zien. Ik ga weer mijn best om even meer te vloggen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Te supporten door op me te abonneren. En te volgen op Instagram. Dat is @sarahvervoerd. En ja, dan hoop ik dat jullie wel alsnog hebben genoten van de vlog. Dan wil ik je heel erg bedanken. En tot de volgende keer. Doei doei!